En dit is dan het eindresultaat. Heel gezellig. Lekker saampjes. Er zijn drietjes in een hok. Lekker gezellig. En veel ruimte hier. Ja. Heerlijk. Gaat het goed? Het gaat redelijk, ja. Welkom bij deze vlechtentutorial. Hoe noem je dat ook weer? Tutorial. Oké. Er zit een elastiekje op, zodat je de maat kan meten, zeg maar. Dat alle vlechtjes, zeg maar, even breed zijn. Dus als je daar aan houdt, dan zit het netjes. Zo. Zet hier een knijpertje op. Doe ik altijd met een sponsje even een beetje nat maken. Dan kun je ze wat strakker maken. Zit ze wat netter. Zo. Dat stukje verdeel je in drie plukjes. Een beetje gelijk natuurlijk. Oh. En dan de slagen die je maakt. Oh, het snoer wordt even opgegeten. Hoe zo. De slagen die je maakt, die tel je. Dus dan zijn de vlechtjes allemaal gelijk. Dus dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Meestal 15. Dan maak ik een lusje. Dan ga ik naar de achterkant. Dan maak ik hem vast. Pak weer een elastiekje, die vouw ik er tussendoor. Maak ik er weer een lus van. Zo. Trek ik aan. Hou ik hem dubbel. Trek ik hem hier nog extra aan. Zo. Dan doe ik hem net zo lang omheen tot hij niet meer kan. Dan heb je een knotje. En het onderste knip ik ook af. Dat is 1. Is dat een sprietje? Nou, en dat ga je dan net zo lang doen totdat er geen manen meer zijn. En ja, als je gewoon elk stukje maan afmeet met dezelfde metingen en je telt die slagen, zeg maar, dan krijg je eigenlijk allemaal dezelfde gelijke vlechtjes. En dan wordt het een heel mooi rijtje. De wol doen we vanaf de andere kant. De vlechtjes maken we, zorgen we altijd dat die aan de, als je ervoor staat, aan de linkerkant zitten. De wol is aan de andere kant, dus we zijn even gewisseld van plek. De wol doe je dubbel, zo. Doe je hier omheen. En dan eigenlijk moet je net doen alsof je je schoenveter strikt, vastmaakt. Dus eerst de knoop. Nou, iedereen weet volgens mij wel hoe hij zijn schoenveter strikt. Dat doe je. Meer is het niet. En dan. Oh, maar lieverd. Even. En dan doe je altijd een stukje. Dan doe je de rest eigenlijk afknippen. En doe je altijd niet te groot. Zo mooi, zo'n klein strikje. Dat is altijd mooi. Strik. En dit is dan het eindresultaat. Vind je het mooi? Ja? Met zelf, weet je. Ja. 28, Eki vs. Jammes, Leendert Veerman. ...271.
Van waar? Sterren aan de andere kant, het geluid komt erin. Ja, kijk maar uit. 590, Hannalina Advax. En 88, Java van Kramer met Nico Kales. We hebben een afkomst per rechterhand, zoals we dat altijd doen, dames en heren, in deze grote baan. Tuigpaden op het Wetselhuisplein. Hij heeft aangegeven met stoppen. Kijk, je moet we gaan bij de ringmeester weer over de diagonaal. Zoek de ruimte op, niet te dicht bij elkaar. En helpt u ze een beetje mee, dames en heren. Kijk deze aan, de schip. 1360. En dan de beide van der Meulen heen. Heliotroop, Julian Pet. Wollensteins, Huberts. En de symbool, Armenia. Geweldig wat een strijd. En Harry, bij de ringmeester over de... ronde die zo dadelijk gaat plaatsvinden. Daar gaan ze. Voorop. Die geweldige finale, de winnaar. Gardenia. De HBC Zon. Hanni van Middelaar aan de Lexus. Daarachter de Van der Meulen heeksen. Bommel zijn super. Heliotroop VDM. Elder. El Nino B. Amen. Ja.
Leendert, hoe is het gegaan wat jou betreft? Ja, voor mij willen we het goed, maar de jury precies, dus ik sta op 5. Ik mag niet over. Je mag niet over. Wat vind je van de overige nummers te doen? Hè? Ja. Ik vind de voorste heel goed. Ik heb een vraag, hè. Als ik naar die tuigmaker kijk, dan zie ik dat ze hun benen zo hoog optillen. Echt knieactie, je ziet dat niet bij een springpaard. Zit dat er van nature in? Jazeker, zo worden ze geboren. En wij fokken natuurlijk hopelijk zoveel mogelijk beweging te hebben. Ja, dat was wel correct. Dat zit erin gefokt, zo zijn ze geboren. En wij proberen dan iets meer uit te halen. En als dit kan er niet, de jongens hier en de meisjes daar, want een van het uitslag bekend. Winnaar 231. Nummer 5. Kroonjuweel. Olahasa. 162. Jesse James. Reza. Alles. Kom op. De focus. En dan komt Marco, Jesse Tips.